Hallo allemaal, welkom in een nieuwe video van Pro Cycling Manager 2015. In deze video ga ik Giro del Regio Friuli rijden. Het is een wedstrijd voor U23. Het is een vijfdaagse met begin met een ploegentijdrit, een sprinterschip, een heuvelrit, een klimrit en een sprinterschip. We gaan de eerste rit simuleren, we gaan de klimrit zelf rijden. We zijn de grote favoriet voor de tijdrit en we starten hier met Jean Albert, Geuses, Haert, Menten, Van Gestel, Van der Aarde, Van der Rijten, Peters, Hermans. Jammer genoeg niet geselecteerd en we gaan de eerste etappe simuleren. Ah, het is echt 1,4 kilometer en de overwinning is voor Lotto U23. Waar Jean Albert eerst overkomt voor Alexander Geuses, Haert, Menten, Van den Driessen, Van der Aarde, Van der Rijten. En Peters met 7 seconden voor het team in New York voor Trifonio. Etappe 1. Dat is mijn 21ste van het seizoen. Ik schrijf ook aan dat ik samen met de ploeg heb er in de tijdrit. En mijn 77. En nu gaan we etappe 2 simuleren. Sprinterstrip. Ik wil ook even zeggen, ik heb een soort baan maken. En als er een vraag, vragen zijn, tips zijn, als jullie willen, dat ik een ander spelletje speel. WhatsApp, Snapchat, Twitter. Top 3 heuvelrit. Ik zal nog tussen 8 en 20ste eerste 4 seconden heb ik altijd. 4 op 1 seconde. Mühlenberg, die George wint. Zo, en nu deze rit ga ik zelf rijden. En dan zie ik jullie terug. Zo, hier staan we nu aan de start van de vierde etappe in de Giro del Regio de Friuli. We gaan proberen goed op te schuiven. Het is een vrij lange rit, 170 km ongeveer. Maar de eerste klim achter een 160 km is er tussen en even 104 km. De aankomst is in Castelmonte. Ik ga nu terug aan de voet van de eerste klim van de tweede categorie. Hier zijn we dan op een 3,5 km van het einde van de eerste klim van de eerste categorie. De kaart ziet er zo uit, we passeren zelfs de finish bijna. Ik ga al aanval van Beckhoff van ATW Greenway. De twee vluchters waren dus Beckhoff en Lopingaard. We zijn ondertussen boven de eerste klim van de tweede categorie. Nu gaan we door naar de eerste klim van de eerste categorie. De mannen controleren zeer goed. We hebben geeft ongeveer 2 minuten voorsprong. We zitten ondertussen al op de eerste klim van de eerste categorie. Dan de tweede klim van de tweede categorie. Ik snap niet dat ze deze lange klim met die pieken naar beneden en dan snel terug omhoog niet hebben ingezet. Mente is in de aanval. Milan Mente. Ik wil nog altijd tot ze gaan rijden. Want anders wordt het een zeer moeilijke zaak. Tristan Gestel is aan het rijden. Dat is goed. Stuart, zeker nog. We kunnen een zeer technische afdaling. Blijkbaar hier een scherpe bocht naar links. Gewoon op de plakken gedeelte. We gaan proberen de sprong te maken, dus dan pakken we nog wel mee. En dat maakt niet uit. Dan krijg ik een zacht Nico. Nog wel die past. Nuit. Kijk op, Mente, Galit en Perno Pistea. Ja.
Ik ben spreken of van mijn man ben ik van Limburg. Dus ik ken hem wel een beetje van op training en zo. Dat is altijd leuk. Om ermee in de ploeg te rijden dan. We zijn bijna aan de softland bezig. Er zijn 15 kilometers left. 15 kilometer. Ziet ze even natuurlijk gans strijd draaien, krijg je een aanval van de Chronico. There's an attack in the group at the front. 12 kilometer. Dat ze niet te ver wegrijden. Hier beginnen we dan aan één stukje tot berg oplopen, een klein stukje. Dan terug lichte afdaling en dan hier berg op. 7,1 kilometer, het snelste stuk is het laatste stuk. De vluchters zijn al gegrepen, hopelijk kan ik hier passeren, dat ik niet word ingesloten. En dan kan ik vanaf hier vertrekken. Hopelijk ben ik goed genoeg om het gat. Things are hotting up at the front. Dat is een Chronico. Hiermee. Haar past. De Chronico past. Ik heb Peter hier weg met een 22e overwinning van het seizoen. Ik ben een beetje vol gaan. Een challenge nemen. De Chronico. Ik kan normaal geen leider worden. De man die er achteraan komt. Ik ga nog een... Ik kom op een dicht stuk. Nu draai ik dan weer een stijlere pontes in. Ik hoor niet uit. Ik zal al kijken. Ik had er nu anderhalve kilometer 13 stukpuntjes. Zijn Chronico van ik op 17 seconden nog 1,2 kilometer. En je hebt hier de 22e overwinning van het seizoen worden. De gele trui is nog altijd bij, maar dat is geen tegenslag. Misschien de hand een beetje te vroeg in de lucht gestoken. Dat is twee keer. Peter Svens is 22e van het seizoen. Jean Albert wordt vierde. Ik ben een 9e. Etappe 4 van de 5 die eentje te gaan. Gaat de 23e algemene klassement worden. Ik hoop het natuurlijk. Lukke wordt tweede. En just in case you missed them, here are the race highlights. Maakt ook niet uit. 22 van het seizoen is binnen. 10e voor Lotto U23. Podium 40 secondjes voorsprong op Luc en Mabischi. Jean-Albert 50 seconden. 1-10 voor op Jean-Albert voor Nanderali, Pudetti, Mabischi, Menten, Kel, Mullen, Borg, Vermeulen en Partey, Pentiere. Sprintersklassement voor Lucke. Peter Spijnen, 27 punten omdat hij de etappe heeft gewonnen. Dat was met een backup voor Ment en Gal, Lampert, Pries Peters, Partij, Fontaine, Luke, Muipskin en Rosin. Dat was met dus juist hetzelfde als het algemene klassement, dus 1-10 voor op Jean Lampert. Luke was met 3:34, Lotto U23 op Team Universele Symfonio. We gaan de laatste renning simuleren. Pico Lombardia U23 rijden. En wie gaat tijd rijden? Gaan we misschien nog een aparte aflevering van maken. Ik maak er ook nog naartoe, dus gaan we die eerst nog rijden. Dus van de aflevering het WK tijdrijden Richmond en dan Pico Lombardia en Parijs Tours. Nu gaan we de renning simuleren. Ik zie je terug aan de uitslag.